Speciaal voor Herman Brusselmans, want vandaag viert een van de meest verguisde, maar ook een van de meest geliefde Vlaamse schrijvers zijn 50ste verjaardag. Dat hij nog maar heel lang geen ex-schrijver mag worden, vinden wij. Hier te gast als 31-jarig aanstormend talent in de Veronica Talkshow Rur. We gaan terug naar het jaar. Je bent een angry young Belg, noemen ze jou. Ik ben een Belg, ja. Ja? Maar je behoort tot de nieuwe groep, de jonge generatie, nieuwe Belgische schrijvers. Ja, we zijn met z'n tweeën. Ik heb altijd wel een opvallen, zal ik maar zeggen. Ik heb het ooit geprobeerd met voetballen. En was je goed genoeg om prof te worden? Ik was heel goed, maar ik heb dan een bepaalde match gehad waar ik verschrikkelijk in geflaterd heb. Toen heb ik een hoekschop gedaan die dus legendarisch geworden is in België. Vandaar ook mijn bijnaam in de voetbalwereld, de cornervlag. Ik loop dus naar die bal en die bal bleef liggen en die cornervlag vloog dus tot voor. Dus dat was heel stom, maar onze spits die cornervlag binnenkopte, die was nog veel stommer natuurlijk.